Tegenwoordig hebben veel mensen last van hyperconnectiviteit. Ze hebben het gevoel dat ze continu bereikbaar en beschikbaar moeten zijn en hebben ook schrik om iets te missen. En dat brengt veel stress met zich mee, gejaagdheid, ook een gebrek aan aandacht, focus, efficiëntie. Neem daarbij ook nog het feit dat we onze devices en onze communicatietools op een totaal verkeerde manier gebruiken. En dat maakt het plaatje compleet natuurlijk. Tijdens de infosessie en de workshop Digital Detox krijgen de deelnemers inzicht in de mechanismen die een rol spelen in digitale intoxicatie. Krijgen ze ook inzicht in hun eigen gewoontes en krijgen ze dan handvaten aangereikt om meesterschap te krijgen over hun digitaal leven. En we doen dat aan de hand van de touchpoints-methode die we ontwikkeld hebben en die ook beschreven staat in het boek Digital Detox. Als werkgever moet je nu ook nadenken over een beleid rond connectiviteit. Wat zijn de responstijden? Wat aangaande bereikbaarheid van de mensen? E-mail policy, focus tijd policy. En bij Better Minds at Work helpen we bedrijven om daar een beleid rond te maken. Ik noem dat een touchpoints beleid. Al de afspraken en verwachtingen naar medewerkers worden dan in een charter vastgelegd, zodanig dat mensen ook weten wat er van hen verwacht wordt.